Stille nacht, heilige nacht. Op de alternatieve locatie wordt druk gerepeteerd voor de kerstviering. Want de kerk van Hoogmade is zwaar gehavend. Op 4 november tijdens onderhoud vliegt de kerk in de brand. Waarna de kenmerkende torenspits van de Onze Lieve Vrouwen Geboortekerk instort. Na de eerste schok komen de parochianen bijeen. Daar zijn heel veel mensen op afgekomen. En die hebben zich opgegeven voor verschillende dingen die gedaan moeten worden. En ja, we hebben een heel groot team van zaalbouwers die iedere week ons helpen om de zaal op te bouwen voor de vieringen. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan of de kerkmuren behouden kunnen worden. De verzekering dekt naar alle waarschijnlijkheid een groot deel van de schade. Maar inmiddels is er ook een stichting opgezet en willen de parochianen een crowdfunding beginnen. Een paar mensen opperden het idee van, goh, waar kunnen we geld storten? En toen dachten we, waarvoor geen stichting, een crowdfunding? En we proberen dus zoveel mogelijk geld in te gaan zamelen. De stichting heeft nog geen streefbedrag voor de crowdfunding. Hebben we het nog niet over gehad. Dat gaat natuurlijk echt wel jaren, hopen we dat in de lucht te houden. Want het hele proces van de kerkopbouw gaat ook jaren in beslag nemen. Dus het zal echt niet binnen een paar maanden klaar zijn. Lydia Fouke heeft gemengde gevoelens over de kerstviering in de grote schuur. Ja, met gemengde gevoelens zeker. Wat goed is en waar ik heel blij mee ben, is dat we met elkaar een verbondenheid voelen. Om met elkaar samen verder te gaan.